We zijn in het nieuw verbouwde verkeersleidingscentrum van Verkeersleidingspost Amsterdam. Dit centrum is de afgelopen 4 maanden verbouwd. We hebben nieuw meubilair gekregen. De hele inrichting is vernieuwd. Ook weer allemaal meubilair wat goed in hoogte verstelbaar is, zodat medewerkers zittend, maar ook staand kunnen werken. Het is naar de tijd van nu ingedeeld, dus professioneel, een controlecentrum wat er mag zijn. Treinsleider Amsterdam Oostzijde, ik spreek met Jeffrey over. Mij bevalt het uitstekend. Ik ben zelf nu 2 dagen, dit is mijn 2e dag dat ik hier zit. En ik vind het een stuk opgeknapt in vergelijking met hoe het eerst was op deze plek. Het is een stuk ruimtelijker geworden. Ik vind het een stuk openlijker en ook een stukje professioneler eruit zien met hoe de indeling is geworden op deze post. De verbouwing van de post heeft 4 maanden geduurd. En tijdens die 4 maanden hebben wij treinverkeer aangestuurd vanuit de mobiele seinzaal. Dat is een soort portacabin die hier beneden aan het gebouw is geïnstalleerd. En waar de treindienstleiders en de medewerkers reisinformatie met elkaar treinverkeer in de hete zomer dicht op elkaar gepakt hebben aangestuurd. Na 4 maanden in de mobiele seinzaal kwam natuurlijk ook weer het moment dat we teruggingen naar deze seinzaal. En dat hebben we op een manier moeten doen dat de treinreiziger daar niets van merkt. We kunnen nu terugkijken op een succesvolle omschakeling. Dat is echt erg goed gegaan en alle voorbereidingen hebben geleid tot een vlekkeloze ombouw weer. En zondagochtend is het treinverkeer dus ook vlekkeloos weer opgestart.